Mevrouw, u gaat zo stemmen. Vond u het een lastige keuze? Ja, vond het een lastige keuze om te stemmen. Er zijn een heleboel zaken die belangrijk zijn. Klopt, dat is een hele lastige keuze. En wat veel partijen en een heleboel partijen die dus standpunten hebben die heel dicht bij elkaar liggen. Nee, ik vond het geen lastige keuze. Ik heb goed geluisterd naar wat er de afgelopen 4 jaar gebeurd is. Wat de partijen daarvan vinden nu en beloven in de toekomst te gaan doen. Belofte is natuurlijk een zwakte bot, maar je moet er toch vanuit gaan. En wat vindt u dan de belangrijke thema's? De voorzieningen voor de ouderen. Allemaal de huisvesting voor de ouderen, maar ook voor de jongeren. Dus wat voor mij belangrijk is, zijn de ouderen, gepensioneerden. En het doorslaggevend was het pensioenakkoord, waar ik het dan niet mee eens ben. En een speciaal thema vind ik persoonlijk is of Defensie, waar ik toevallig voor werk, voldoende middelen krijgt om zijn werk te doen. Als je dat wel wil, maar niet wil betalen, dan heb je daar natuurlijk een loze belofte. En hoe bent u op uw keuze gekomen? Waren dat debatten op tv bijvoorbeeld? Nee, heb ik zo weinig mogelijk van zitten kijken. Gewoon de krant gelezen en gewoon kieswijzer gedaan. En zo gekomen tot mijn keuze. Informatie haal ik meer vanuit de krant en de media, korte samenvattingen. Dat is voor mij voldoende. Nee, ik vind dat een beetje PR-achtig. Piepeltjes maken, personen maken. Dus daar vind ik niet zo interessant.